gisteren voor de plukvoorstelling van Gent was tegen Hoek. En zondag ook, ik heb mijn Hoek gezien, was tegen alleen. Nu is hij met drie mannen bezig. Dus ik heb hem al 3 dagen gezien, nog achter elkaar. Tijdens de Gentse feesten is de kans heel groot dat je Kurt Burgelman wel ergens op een podium tegenkomt. Eigenzinnig Gents met een vette knipoog, daar houden ze wel van op de groentemarkt. De groenste markt is altijd friwaas. De mensen komen, dat is hun plein, maar dan de mensen echt komen vooral te amuseren. Allee, andere pleinen nu, maar op de groenste markt is het zo precies van, we zetten allemaal onze knop uit en we amuseren ons. Moet niet moeilijk gedaan worden, de mensen staan niet zuur van, is het wel muzikaal allemaal moeilijk genoeg? Nee, dat is gewoon gooi. En volgens mij als je 20 keer hetzelfde liedje speelt, doen ze nog mee. Doe ik niet, hè, maar het zou kunnen. Volgens mij mag hij niet zijn vanzelf geil. Ja, vind dat moet ik je goed doen. Volgens mij in Duitsland nog wel VS als ze zeggen, ah, toch is er geweest. Ik doe altijd dan uzel op het podium. Ik klag met Hollanders en met was Vlaming. Er is geen woke op als ik aan het spelen ben. Dat vind ik dat een verschrikkelijk woord. Dus ik doe... En liedjes zingen, hè. Ja, het zou wel zijn. Voor niet-Gentenaars, een groene is een eentje. Zult als u een vrienden op maasje te filmen, ook dat voor u, is uw blauw t-shirtje. Ik weet niet hoe hij dat zet, maar waar gaan we op gaan? Onthoud dat voor het volgende schooljaar, hè, zoeteken? Als je een juf hebt, hè? Papa, hè, ja? Dat dat geen twee van als ze moest zeggen op school. Ja, je zei een voel, je zei een trut, een ezel en zo van die woorden. Een heel leerrijke namiddag dus. Ja. Dan touwen we voor de rest van ons leven. Zit tegen de Grisade. Ik kom al die jaren zijn optreden. Supergoed. Ambiance tot dan met. De max. Ik heb zin om mee te doen, maar ik hou me nog even in. Ik heb hem per toeval meegenomen, ja. Ik kwam hem tegen in het station, hij wou naar huis, maar ik zeg van kom mee. Ja, ik denk dat hij wel nog een tijdje zal blijven. De meisjes zijn allemaal zijn goesten. Meisjes zijn zijn goesten, dat is het. Meisjes zijn hier goesten. Goesten in van alles. In eten, in drinken, in optredens, in malkoor. Dus... Ja, het is vrijwijs om hier te spelen, ja. Gaat het een feestje worden vanavond? Het wordt sowieso een feestje. Dat zijn we gewoon. We geven niet anders dan feestjes eigenlijk. Klopt helemaal. De legendarische band The Skyblasters staat nog altijd garant voor een feestje. Dat was in de jaren 80 zo en ook nu nog kan zowel jong en oud niet blijven stilstaan op de aanstekelijke reggae-muziek. Hier is de place to be, de Sint-Jacobs waar het allemaal begon. En daar zijn we natuurlijk dolgelukkig mee. Hier is het ook voor de eerste keer geweest dat we speelden in 86. En toen was dat hier, ja, dat was een overrompeling gewoon. Daar zaten ze tot op Sint-Jacobs. En daar zaten ze in de bomen en zo. We hopen dat we hetzelfde resultaat hebben nu natuurlijk. Denk ik niet, maar toen begonnen we om 3:30. En in totaal hebben we 12 keer gespeeld op de Gentse feesten. Of all these years, 12 or 15 times that we played, no matter what stage we stand on, we bring the people up, we party with them, they listen to our message. When it's fun, they go with it. When it's serious, they go with it. So I can't really take specifically what day or what gig was really super. I thought they were all super to me. And I believe it's also for the public. Dat was fantastisch. Ik heb ervan genoten. Ik denk iedereen. Het plein staat hier vol, dus ja. Ja, die mannen kunnen nog een beetje de boel opzwepen, hè? Big fan. One love. Muziek, goede vibes, menig. Happy hour. Een warm gevoel.
Ja. Voilà. Het wauwgevoel vooral. Papa was de oude drummer van de groep. Dat is echt zo voor mij wel een beetje nostalgie. Hè? Dat is echt de muziek waar wij zijn mee opgegroeid. Wij komen naar elk optreden al van kleins af aan. Dus dat blijft er een beetje in zitten. Superwijs. Ja, toffe banden. Zeker voor mensen van ja, hun leeftijd. Dat ze jong en oud bij elkaar kunnen houden. Dus heel tof. Het spelen houdt ons jong. Dus ja, en we spelen graag. Dus het kan niet anders dan dat het goed gaat worden. En hij is in full. See the guy. I am in full form. Can I tell this to the people? They will broadcast it afterwards. Yeah, yeah. Hij is 70 jaar geworden van jou. Ah, oké. Okay. Vandaag. 70 jaar. Ja. December jaren. Thank you. And I'm celebrating my birthday from June. It was June. Yes, June. And I'm celebrating still it, you know, celebrating. 70. Still celebrating. And I'm going to celebrate with a crowd. That's there. It. That's the whole thing. Yeah. Have a great party. Thank you. What you gonna do? Geen Gentse feest is zonder Koen Krukke en Luc de Bruyker op de planken. Dit jaar willen ze het Gentse feestenpubliek laten kennismaken met de liedjes en het leven van Wilferdi, die vorig jaar overleed. Waarom wouden jullie deze voorstelling eigenlijk doen? Om te beginnen omdat ik een heel grote bewonderaar ben van Piaf en ten tweede van Verdi. Dat is voor mij, dat zijn de twee voorbeelden waar ik eigenlijk mee begonnen ben en waar ik eigenlijk zin had om in dat vak ooit te stappen. Ik woonde in Ledenberg en hij woonde eigenlijk letterlijk achter mijn hoek. En ik zag hem regelmatig, maar ik zag hem ook regelmatig in de kerk de zondagmorgen, waar hij dan naartoe kwam en wat ik ook naar de mis ging. En zo hebben we elkaar eigenlijk leren kennen. We hebben elkaar toen niet veel gesproken, want dat was zo'n beetje voor mij, ja, een artiest. Hè. Je ging daar niet direct de conversaties mee doen. Maar we hebben toch elkaar later heel veel ontmoet en ook heel veel gebeld. Tot eigenlijk de laatste maanden hebben we toch regelmatig telefonisch gesprek gehad. Hij is verliefd aan nadien, dat ik verulder nu liedjes zijn. Kom op dat heel veel taat te keurt. Maar een kindertaat, maar een kindertaat. Ik zus van aan de tante gaat. Heel vlug had ik eigenlijk het concept van ik ga een dagboek schrijven. Dagboek dat hij nooit geschreven heeft, maar die hij zou kunnen geschreven hebben. En dan ben ik eigenlijk in de boeken, ook uit gesprekken met Koen en uit mijn eigen ervaring, want ook ik heb Will verschillende keren ontmoet, daar geprobeerd om in die dagboekfragmenten te plakken op een zekere dag. En op die manier zowel zijn leven te belichten en zijn belang voor de LGBTQ-gemeenschap, maar ook hoe hij
tot bepaalde songs gekomen is. Dat hij bijvoorbeeld, wat veel mensen niet weten, in het voorprogramma van Wim Sonneveld gezeten heeft. Hij was ook een hele grote fan van Charles Trenet. Hij heeft ook trouwens heel lang dat hoedje van hem geïmiteerd op optredens en zo. Dus Charles Trenet komt er ook. En gelijk Luc zei, Wim Sonneveld komt erin. Hugo Rasput komt erin. Dus heel wat andere Brel, zeker en vast, want hij was de Brel-vertaler. Dus er komt een heel variatie. Het is niet alleen Verdi-liedjes, maar van andere mensen ook, ja, van anderen die hij bewonderde. Als de ramen duizend dan, en in wie ben ik verdriet, maar komt de dag dat jij eens wedergeeft, dan is op slag voor de mijn Als er over Wil Verdi gepraat wordt, gaat het over zijn outing en over zijn LGBTQ-icoon zijnde. Maar ik denk dat heel veel jonge mensen daar nog wel een voorbeeld aan nemen. Dat hij durft zeggen wie hij was. Zij kon het lonken niet laten. Ze lokten naar iedere man. Hij is een icoon geworden. Een beetje tegen wil en dank. Hij heeft dat gewoon in een interview gezegd voor de radio. En de producer zei dan nog, wil hem eruit knippen. He, want dat ga je wel wat veroorzaken. Heeft dat dan laten gaan. Later is dat dan op de televisie opgepikt. En al met een keer ging de tamtam. Maar Wil Verdi is nooit op de barricade gaan staan. Hij vond homo zijn de meest normale zaak. En dat is het ook. En dus nu wordt hij zo'n beetje icoon genoemd, maar in zijn diepste zijn voelt hij zich in de eerste plaats de zanger en de artiest. Ros haar, een paars kleedje, een beeldig figuurtje. Ze trok aan mijn mouw en vroeg om een vuurtje. Gisteren was Erik hier ook, Erik zijn een vriend ooit geweest, Erik Smet. En manager gaan tot het einde. En manager tot op het einde. En hij zei, ik hoorde Wil soms. Ja. Echte waarheid, ja. Ik kan hem zo, ik imiteer hem niet, maar ik heb hem altijd als voorbeeld genomen, ja. Als zanger. En uiteraard, ja, ga je als ik Piaf zing, die gaat ook Piaf een beetje horen. En zing ik Verdi, ja, dat gaat ook een beetje Verdi horen. En ook in mijn andere liedjes die voor mij geschreven zijn, zeg Luc altijd, ik hoor daar weer Verdi in. Ja. Ja, ja. Voel je, hij hangt hier, dat hij dan ook een beetje rondhangt tijdens de voorstelling? Ja, ja, hij is hier. Hij is bij ons. Hij is bij ons, ja. Zeker weten. Ik zing weer langs de wegen, de zon schijnt in mijn hart. Ik heb gezegd, dit is onaanvaardbaar. Dit is een onaanvaardbare situatie. Dit kunnen we niet tolereren. Mensen werken keihard voor inkomsten te genereren. En hij deed alles gratis uit, dus we moeten daar een lijn in trekken. We verklaren hem failliet bij deze. Ja, ik weet niet wat er is misgelopen, maar vandaag geen druppels. Morgen weet ik ook niet. Ik weet niet of dat kan werken morgen. Ik zal het nog horen. Ik weet niet wat er gaat gebeuren. Hoe zit dat nu met dat jeneverkot? Vrouwen lieten hun okselhaar groeien, mannen hun baarden. Al die moeite om een gratis jenever te krijgen en nu is het kot failliet. Het moet stilgelegd worden. Ja, het moet stilgelegd worden. Het ging over honderden flessen per dag die we gratis weggaven. Het waren hier files. Ik had zelf ook niet gedacht dat vrouwen zo massaal met okselaar en vent met baard naar haar permanent, de hele tijd, gaat de jenever inkomen halen. Maar Quirijn hier naast mij en Brecht, mijn twee chefs, de chefs van de Noorga, die zorgen dat al het geld binnenkomt. Die waren woest en gans de VR2 was woest. Zei Edmond, uw stomme stoten, uw fratsen, uw dolle fratsen zijn onaanvaardbaar. Vandaar dat het failliet is. Dus het spel is dicht. Maar het is niet failliet, hè. Ze doen alsof. Hoe ze doen alsof? Hebben we nog jenever gekregen? Nee, hè. Ze willen gewoon niet meer uitdelen. Je moet een keer naar binnen gaan kijken, het staat er vol met drank. Dit is geen lege fles. Dus zo failliet zijn ze niet. Ik
Ik heb wel iets baard. Ja? Zou je dit een keer willen tonen? Ja, natuurlijk. Dat is toch wel lastig. Ziet je het? En speciaal voor een gratis jenever of gewoon omdat vrouwen meer okselhaar moeten hebben? Gewoon omdat ik dat niet altijd scheer, eigenlijk. Als je een baard moet laten groeien. Ja, waar is uw baard? Ja, maar 3 euro in Genève moet je betalen. Ja, oké, maar ik heb wel okselaar. Onderscheid mannen en vrouwen en zo. Nee, ik heb ook okselaar. Ik wil ook gratis Genève. Mag je het hek? Mag je het hek? Kunnen dat bewijzen, dat okselhaar? Nee, helaas. Het ligt thuis. En terwijl Christophe Vekeman op zoek gaat naar zijn okselhaar, sluiten wij dit magazine af voor vandaag. We zijn over de helft. Niet neuten, niet pleuien. En vooral... Meneer Jay, Sebaba, Jemfisti, Ahaswaye Dek.